prikkelende meningen en debat. Dit is Opinie. De hele column op d-tv.nl. Ik vind het voor jongeren heel erg. Ja, heel moeilijk op allerlei gebieden. Ook al krijgen ze werk iedere keer, soms 2-3 jaar lang, maar nog geen vast contract. Ze kunnen geen lening, ze kunnen niet aan huis komen. Dat vind ik heel, heel verdrietig. Dus voor de rest ben ik altijd zo'n type pak aan wat je aan kan pakken. Maar zelfs dat is heel moeilijk. Ja. Heeft u er zelf persoonlijk nog last van? Nee. Nou ja, onze zoon die heeft geen vast contract en werkt wel, wordt iedere keer verlengd. Maar ja, wij als ouders spijkeren bij. En het is eigenlijk heel jammer als iemand keihard werkt en niet de mogelijkheid krijgt om echt voor zichzelf te kunnen beginnen. Dus dat merk je. De werkloosheidscijfers die zijn al een hele tijd hoog in Os. Heeft u daar zelf ook mee te kampen gehad? En nog steeds. Werkloos en komt heel moeilijk aan werk. Gezien de leeftijd lukt gewoon niet. Ze lachen je nog net niet uit hier. That's it. Dat heeft vooral inderdaad met de leeftijd te maken of ook het soort werk dat u zoekt? Nee, ik denk het grootste deel de leeftijd. En er is gewoon bijna niks. Dus ja, houdt het ook op. En dat heeft echt te maken met de crisis, denkt u, dat er nu zo op wordt gereageerd? Ja, of dat de crisis is. Ik denk dat het te makkelijk gezegd wordt, alles wat misgaat, dat heb de crisis gedaan. En alles wat goed gaat, dan dus daar geloof ik niet zo in. Crisis, ja. Ik begrijp van u dat het niet alleen hier een probleem is, hè? Ook in Amsterdam en elders in Nederland. Mijn dochter is hoog opgeleid en is nu 24. Solliciteert nogal wat af. Maar vaak 200 brieven. En dan af en toe heeft ze geluk dat ze eruit gekozen wordt om op gesprek te komen. Maar werkt nu 24 uur onder de niveau. Om een patiënt te verdienen, want ze moet ook de huur betalen. En dat was de last. Dus het is overal hetzelfde probleem eigenlijk? Zowel laag opgeleide als hoog opgeleide hebben problemen. En met name ook de groep ouder boven 55. Hoge werkloosheidscijfers in Os. Heeft u daar zelf iets van meegekregen al? Nee, op zich heel weinig. Want ik kom natuurlijk niet uit Os. Ik werk wel in Os. Maar ook daar hebben we nog niet zo'n last van de werkloosheid, omdat ons bedrijf heel goed loopt. Dus, U werkt in een branche waar het nog niet zo'n probleem is? Er zijn wel problemen, maar andere problemen. Dus nog niet zozeer de werkloosheid, het is de voedingsindustrie. En eten moeten we toch met z'n allen. Dus, bij ons valt het wel mee. Maar ik begrijp dat de cijfers heel erg hoog zijn. En, niet alleen in Os waarschijnlijk, maar... vervelend, maar ik weet even zo ook niet. Nou ja, ik merk er eigenlijk best wel veel van, want ik werk in een callcenter, dus ik moet via de telefoon van alles verkopen. En je hoort steeds vaker, ik kan het niet meer betalen, want ik heb geen werk meer. Dus ik hoor het echt heel vaak de laatste tijd. Het valt dus echt wel op? Ja, het valt echt op en mensen hebben gewoon veel minder geld te besteden. En als ze gewoon geen werk hebben, gaan ze gewoon heel zuinig aandoen, dus dan geven ze niks meer uit. Dat betekent dus dat jij ook minder kan verkopen? Ja, inderdaad. Dus het is ook nou wel minder druk op het werk. Dus wat bij ons ook weer gaat zorgen voor mensen die eruit moeten. Dus. Ja, dat wou ik net zeggen. Maak je dan ook meteen zorgen om je eigen werk? Nee, dat niet. Want ik heb een goed contract. Dus ik kan er zomaar niet uitvliegen. Dus daar ben ik wel blij om. Nou, we merken het in ieder geval wel in de aankopen van onze klanten. Dat ze toch de keuzes maken... Die meer vanuit prijsbewust zijn dan voorheen. Als het gaat om de werkgelegenheid, we merken wel dat we meer als voorheen sollicitaties binnenkrijgen van ouderen die thuis zitten. En niet alleen van de jongeren. Dat zijn in ieder geval de eerste duidelijke kenmerken. Echt wel te merken in uw branche? We merken het zeker, ja. Ja. We moeten daar wat bewuster mee omgaan als het gaat om... acties en dergelijke die harder lopen. Dus dat zijn allemaal dingen die daar wel van invloed op zijn. Ja, ik zit nu in mijn laatste jaar dan. En ik heb wel een baan gevonden. Dus voor mij is dat wel fijn dat ik in ieder geval wel een vaste baan heb. Dus
Ja, gewoon fijn. Op wat voor gebied moeten we dan denken? Ja, ik doe nu ICT, maar ik ga iets heel anders doen. Dat heeft er helemaal niks mee te maken met ICT. Maar het is in Tilburg in ieder geval. Ik ben er via mijn vader aangekomen, dus dat is altijd wel, wel fijn. Dat ik gewoon een baan heb. Maar is dat omdat het in de ICT-wereld momenteel moeilijk is dan? Ja, nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik vind ICT ligt mij niet echt, zeg maar. Dus wou ik iets anders gaan doen en daar had ik de gelegenheid om te gaan werken en leren tegelijk. Dus dat is... Dat is wel heel belangrijk, ook zeker in deze tijd, hè, dat je zoveel mogelijk leert en ervaring opdoet voor de arbeidsmarkt. Ja, je hebt inderdaad nou altijd diploma's, daar zijn ze nou wel echt... die heb je nou gewoon nodig. Vroeger was dat nog niet zo, maar nu ze wel die echt diploma's hebben. Echt heel hard je best doen om aan een baan te komen uiteindelijk. Ja inderdaad. Mijn dan heb ik nou geluk gehad, maar bij heel veel mensen is het anders. Ja, je moet wel positief blijven, maar ik vind wel dat we gewoon wel met z'n allen moeten kijken. Ja, het is tegenwoordig alleen maar om geld, alles draait om geld. Dat vind ik wel jammer. En inzet van mensen moet wel beloond worden. Hè? Zijn er ook mensen die zeggen van, er is er eigenlijk wel werk, maar het zijn vaak... baantjes die mensen niet meer willen doen en die zouden ze dan maar moeten aanpakken. Bijvoorbeeld asperges steken wordt dan bijvoorbeeld als voorbeeld genoemd. Ja, asperges steken. Je hebt ook nog wel andere dingen. Ik denk dat je wel altijd gewoon de picture moet blijven. En al doe je maar vrijwilligerswerk of stukken, dat je laat merken dat die wilder is, wordt echt altijd wel door iemand opgepikt. Ja, zo positief ben ik dan toch ook nog wel. U denkt niet dat het wat u zelf betreft zo makkelijk gaat? Nee. Het is te simpel zo. Als alles goed gaat, dan hebben hun het gedaan. En als het slecht gaat, is het de crisis. Dus veel vertrouwen heb ik er niet in, nee. 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 Blijft u nog wel zoeken naar werk nog steeds? Ja, natuurlijk. Blijf wel positief. Maar echt, de kans van slagen is vrij klein. Niet heel. Dus u heeft het er druk mee met het zoeken, in ieder geval? Nou, niet minder druk. Je doet er minder moeite voor, zeg maar. Je weet de reacties al en... ja, klaar. Hopelijk gaat dat toch nog lukken binnenkort een keer. Ik hoop het. Ja, ik hoop het echt. Wat zoekt u voor werk? Oh, van alles wat. Het maakt me niet zoveel uit als het mijn werk is. Werkt u zelf nog? Nee. Ik heb 39 jaar gewerkt in het onderwijs. En ik ben met 63 jaar en 3 maanden. Kon ik nog in de fut. Godzijdank. Want mijn collega's moeten nu tot 67. Nou ja, en die zijn nou 57. God van die sportlaar is ook heel lang versleten. Na al die jaren, dan moeten we nog 10 jaar mee. En dat geeft ook volgens mij nog wel wat problemen. Het geldt zelf voor stukken doors. Een automonteur is tot 67. Voor mij een... Ik ben nog net de dans ontsprongen. Ja, de cijfers zijn wel ietsje gedaald. En dan is de vraag van, ja, is nou het ergste voorbij? Of blijft het nog wel even zo, denkt u? Nou, ik denk dat het nog wel even zo blijft. Ik ben nog niet zo heel optimistisch, moet ik zeggen. Ik hoop dat het inderdaad met 2015-16 weer beter gaat. Maar vooralsnog hoor ik alleen maar getallen die hoger worden. Hopelijk dat het in uw industrie, in uw tak, goed blijft gaan dus. Ik hoop het. Met z'n allen nog meer eten, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat het nog wel erger wordt hoor. In de bouw en zo. Mijn broertje werkt in de bouw en daar is het ook crisis. Dus ik denk dat het nog wel erger wordt voordat het weer aantrekt. Nou, de negatieve invloeden als het gaat om resultaten, dat valt over zich allemaal nogal mee. Althans, wij merken daar nog niet alles van. Ik merk het gewoon wel in de aankooppatronen, maar niet in de resultaten. En of het langer aangehouden, ja, ik ben geen vooruitziende blik. Ik heb nou persoonlijk niet het gevoel dat het morgen is afgelopen. Je moet er in ieder geval creatief mee omgaan, begrijp ik. Ik denk dat we een nieuwe situatie hebben, dat dit wel eens de standaard zou kunnen zijn. Wil je reageren? Mail dan naar opinie@d-tv.nl.